Onkruidwieden. Ja, onkruid. We hebben er allemaal wel eens last van, hè. Nou, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Je kan het allemaal gaan plukken. Hoop werk. Je kan gaan spuiten. Ja, jongens, kom op, hé. Dat is wel echt slecht voor het milieu. En waar gaat het nou eigenlijk over, hè? Blijft gewoon onkruid. Schoffelen is de snelste manier en ook de fijnste manier, de prettigste manier. Maar even één ding. Als je nou een schoffel aanschaft, hè, koop dan gewoon eens in één keer een goeie. De beste schoffels, ja, hoe gek het ook klinkt, hebben nog steeds een houten steel. Hebben zo'n duidelijke vorm. Heel lichtjes afgerond. En je hebt er ook nog, die hebben een driehoekig, een beetje hartvormig blad. Beide zijn goed. En ze zijn scherp geslepen. Sommige zelfs, die gaan hem ook nog slijpen aan deze kant. Waarbij en bij een duwende en bij een trekkende beweging het onkruid doorsnijdt. En ze hebben zo'n hilt aan de achterkant. Waardoor je gewoon een mooi handvat hebt. Dat je een hele soepele greep hebt. En je arm staat ongeveer onder 90 graden. Die schoffel die moet niet heel erg diep door de grond. Maar een half centimetertje tot een centimetertje. Dat is genoeg. En ik trek hem ook altijd even terug om het extra los te maken. Het onkruid is nu nog maar heel licht. Dat kan ik ook gewoon laten liggen. Doordat ik het worteltje doorsnij en het plantje nog maar klein is, sterft het gewoon vanzelf af. Nou, je hebt ook nog de hak, zoals je dat noemt. Kijk, die heeft een trekkende beweging. Is net wat je lekkerder vindt. En deze wil ik je even laten zien. Kijk, die zit er een beetje tussenin. Die heeft ook wel een trekkende beweging. Maar die ziet er ook uit als een hark. En zeker bij grotere onkruiden, als je tuin behoorlijk vervuild is met onkruid, dan is dit een ideaal ding. Want je trekt het en stuk en je neemt gewoon dat onkruid meteen met je mee. Ideaal. Maar in dit geval ga ik weer lekker schoffelen. Je wordt er ook zo rustig van, hè?